Wat kun je nou met een game PC zonder videokaart? Kun je überhaupt iets met een game PC zonder videokaart? De Readies Gamer Entry is het goedkoopste model op onze webties. Webties? Webties? De Readies Gamer Entry is het goedkoopste model op onze website. Grotendeels te danken aan het feit dat die geen videokaart heeft. Toch is het de nummer 5 best verkochte game PC op onze website, zoals je laatst in die video hebt gezien. Link in de beschrijving. Waarom? Nou, omdat het gewoon een prima PC is, om verschillende redenen. De belangrijkste? Hij draait gewoon Minecraft, Fortnite en zelfs Warzone. Vandaag bekijken we hem in detail. Kijk je mee? Let's go. De Readies Gamer Entry is nu extra scherp geprijsd in onze Summer Sale. Check readiesgaming.nl/summer-sale voor alle game PC's en gaming gear die in de aanbieding zijn. Oh ja, en je maakt tot het einde van deze maand, dat is juli 2022, automatisch kans op een mobiele airco van €450 bij aankoop van elke game PC. Wil je dus je hoofd koel houden, ook tijdens zweterige potjes, pun intended, dan is dit je kans. Link in de beschrijving. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Readies Gaming en welkom bij deze review van de Readies Gamer Entry. Het is natuurlijk niet echt een review, want het is ons eigen model. Het zou een beetje raar zijn. Ik geef hem een 10. De Readies Gamer Entry dus, die trouwens recent vernieuwd is. Wat er nieuw is, vertel ik je straks. Maar eerst, wat is de Readies Gamer Entry? Nou, dit is hem, de Readies Gamer Entry van €549. Hij ziet er misschien niet super indrukwekkend uit, maar onder deze AMD Wraith Stealth Cooler zit een super capabele AMD Ryzen 7 4700G. Verder beschikt hij over 8 GB werkgeheugen, een PCIe 3.0 SSD van 240 GB en een voeding die 450 watt kan leveren. Binnenkort komt er een nog goedkopere versie van de Entry met een Ryzen 5 4600G. Dus hou onze website goed in de gaten, readiesgaming.nl, zoals je ondertussen hopelijk toch wel weet. De 4600G trouwens heeft 6 cores, maar is verder bijna even snel. Dus het verschilt niet heel veel met wat we vandaag gaan zien. Is je budget wat hoger dan €549, dan zit er in de video van afgelopen woensdag misschien iets leuks voor jou bij. Daarin licht ik 4 game PC's uit die op dit moment in de aanbieding zijn. Link in de beschrijving. Nou, out of the box is dit een perfecte PC voor kantoorwerk en schoolwerk. Dit is misschien een budget PC, maar de CPU die erin zit is dat zeker niet. De Ryzen 7 4700G is een super capabele chip met 8 cores en 16 threads en een klokcelheid van maximaal 4.4 GHz. Eigenlijk is dit dus praktisch een Ryzen 7 3700X, maar dan met een ingebouwde grafische chip. Die grafische chip is een Vega 8, wat betekent dat die 8 compute units heeft, met een klokcelheid van 2,1 GHz. En al die onderdelen zitten sinds kort in een vernieuwde case, de Aerocool Trinity V2. Een super compacte case met custom Readies Gaming branding, fucking vet, een 120mm RGB exhaust fan en 240mm RGB intake ventilators. Er is dus meer dan voldoende koeling aanwezig voor upgrades in de toekomst. Hint, hint. Qua aansluitingen heb je op de voorkant 2 USB 3.0 aansluitingen, een koptelefoon en mic aansluiting en een USB 2.0 aansluiting. Op de achterkant heb je nog eens 4 USB 3.0 aansluitingen, 2 USB 2.0 aansluitingen, een ethernetpoort, audio en een HDMI en VGA poort. Genoeg USB-poorten dus, maar helaas dus wel maar 1 HDMI. Wil je meerdere HDMI of DisplayPort monitors aansluiten, zul je dus een videokaartje moeten inbouwen. Nou goed, dit is wat de Readies Gamer Entry dus is als je de standaard uitvoering koopt. Maar deze PC heeft zoveel meer potentie. De meest voor de hand liggende upgrade is natuurlijk het werkgeheugen. De standaard 8 GB is genoeg voor licht gamen en kantoor en schoolwerk, maar 16 GB is natuurlijk fijner. Vooral als je van plan bent om Warzone te doen, kwam ik achter, want die doet het niet in de standaard configuratie. Ik moest er 16 GB in stoppen en het videogeheugen handmatig op 4 GB zetten. Maar goed, het werkte en beter dan ik dacht. Blijf kijken om te zien hoe goed. We gaan eerst naar de belangrijkste en meest interessante upgrade die je kunt doen aan deze PC. Een videokaart. Je denkt nu misschien, Gijs, als een videokaart zo belangrijk is, waarom duwen jullie hem dan niet meteen erin? Nou, misschien wil je nu een super aantrekkelijk geprijsde PC waar je later zelf een videokaartje in kunt bouwen. Dat kan. En sterker nog, als je hier een beetje een degelijke videokaart instopt, heb je echt een beast game PC. En het mooiste is dat dat natuurlijk ook gewoon een tweede handje kan zijn. Zo heb je super cheap een supersnelle game PC. De voeding in de Entry kan 450 watt leveren, dus ik raad aan om bij een kaart te blijven die rond de 200 watt trekt. Denk aan een 3060 of een 3060 Ti, of als je een wat ouder tweede handje wilt scoren, een 2060, een 2070 of bijvoorbeeld een RX 5700 XT als je per se AMD wilt. Nou, hoe snel is deze PC nou out of the box? Ik laat meteen even zien dat ik niet uit mijn nek lul over die CPU.
Uit de CPU-test van 3DMark komt een zeer nette score van 6543 punten op 16 threads en 759 op single-threaded. Dat is maar net iets minder dan een Ryzen 7 3700X. De CPU die wij in onze editing rigs gebruiken, hè Dylan? En een paar collega's hebben hem ook nog steeds in hun game-PC. En je kunt je dus voorstellen dat je daar niks tekort komt. Maar goed, de CPU is natuurlijk niet alles. Laten we eens kijken hoe goed die integrated graphics om kunnen gaan met twee van de populairste spellen van dit moment, Fortnite en Minecraft. Helaas heeft de iGPU trouwens geen ingebouwde encoder om gameplay op te nemen, vandaar dat we het scherm vandaag filmen. Dat is misschien wel iets om rekening mee te houden als je dat van plan was. Oké, welkom. We gaan beginnen met Minecraft. We zitten nu in de standaard configuratie, dus 8 GB RAM, waarvan 2 GB gereserveerd voor de iGPU. En we gaan... deze had ik geïnstalleerd. We gaan even kijken wat we voor framerates halen in Minecraft. Oh ja, trouwens. De reden dat we dus Minecraft, Fortnite en Warzone doen, is omdat de SSD daarna vol stond. Je kunt bij de knop upgraden of uitbreiden. Kun je nog een HDD toevoegen, maar dat kun je natuurlijk later ook gewoon zelf doen, want dat is super makkelijk. Kijk, een single player, create new world, creative, hè? Ben je creatief, hè? Ik ben super creatief, hè? Ik zit een beetje scheef, maar dat is omdat die camera anders mijn achterhoofd filmt. Speel op full HD en de settings staan, ik heb bijna nergens aangezeten. Hier smooth lighting staat op max, graphics staan op fast, render distance 12 chunks, 12 chunks. Particles decreased. Daar gaan we. We hebben de temperatuur ook in beeld staan. Kunnen jullie meteen zien dat die ook dik in orde zijn. En daar zijn we. Minecraft. En ik kan je zeggen, dit is gewoon prima speelbaar. Ik haal 60 fps, 68. 80 tikken we hier zelfs aan. Hier 100 bijna. Ik heb nog nooit Minecraft gespeeld, hè. Heb jij Minecraft gespeeld? Ja, vroeger haat ik het. Daar heb ik het in de middelbare geprobeerd. Ben ik echt 4 of 5 jaar rondverslaafd geweest. Hier, kijk, ik vlieg super hoog. We halen gewoon 80 fps. 90. 92. 71. Dit is gewoon hartstikke speelbaar. Misschien kan ik smooth lighting eens uitzetten of zo. Hebben we dan nog hoger fps. Hier, 122. Ja, dit is gewoon sick. Dus, Minecraft... 60 plus fps, maar eigenlijk vooral plus. We zitten nu op 120. Check. Dan gaan we naar Fortnite. Fortnite heb ik op performance mode gezet. Met alles op low. Render scale op 100%. En render distance op epic. En dan gaan we even een solo potje doen, hè. Heb je geen vrienden of zo? Ik heb geen vrienden die Fortnite spelen, nee. En we hebben hier right off the bat 100 fps gewoon. Kijk hem gaan. 103 fps, 108, 112, 116, 124, 135. Dit is insane. We spelen ook weer op full HD trouwens. Alright. Nou, ik heb net al een testpotje gedaan. Als het goed is, als ik nu uit de bus spring, zakt de framerate even. Ja, 58, 52, 50. Maar, als ik dan weer op de grond ben, dan stijgt hij weer naar 73. En het fijne is, we zijn nu ontzettend GPU-bound. Wat is? Hoi. Kom je doen? Hebben jullie wat van mij, Thomas? Oeh, ja. Goodbye. Waar was ik? 106 fps. Ik was aan het vertellen, we zijn nu heel erg GPU-bound. Het probleem met budget-PC's bij Fortnite is vaak dat je in de laatste cirkel ontzettend CPU-bound bent. Omdat er zoveel mensen tegelijk in zo'n kleine ruimte zijn. Maar daar hebben we nu dus geen last van. Dus we hebben gewoon een fucking octa-core 16-thread CPU erin zitten. Ja, en we halen gewoon hier 80, 95, 100 fps. En dat voor 549 euro, dames en heren. Ik word beschoten trouwens. Ja, ik speel dit nooit. Het zijn allemaal bots. Oké, nou, zoals ik net zei. Warzone. Ik ga het even demonstreren. Boot niet. Met 2 gig VRAM. Let op. Als het goed is... Doet hij het niet. Hij doet het, maar hij lijkt het wel heel zwaar te hebben. What the fuck, waarom doet hij het nou ineens wel? Wat is? Misschien is dit wel leuk om te kijken dan. Want we hebben nu dus 8 gig RAM, waarvan 2 gig videogeheugen. Dus 6 gig RAM, 2 gig videogeheugen. Ik ga gewoon nu eens een potje starten. En dan storten we ze meteen een potje. Starten we ze meteen een potje.
met 16 gig RAM, waarvan 4 gig videogeheugen. Misschien zien we wel een best wel groot verschil. Ik denk dat ik de stutters wel kan verklaren. Kun jij de stutters verklaren, Dylan? Ja, ja, doe eens. Ja, kijk, als je toch kijkt daar, voor wat de Riva Tuner zegt, zie je die RAM daar? Dat is RAM 4. Ja, die zit RAM vol. RAM zit RAM vol. RAM, voor de mensen die kijken, die niet snappen wat dit grapje nou is, betekent super, zeg maar. Als je zegt RAM veel in het Limburgs, dan is het superveel. Nou, daar gaan we. Warzone. Met 2 gig videogeheugen. Alles natuurlijk op low, hè? Laten we eerlijk zijn. Maar we spelen wel op Full HD met 100% render resolution. En ik haal nu heel weinig FPS. Nee, dit is minder dan ik gisteren had. Dus waarschijnlijk gaat het wel degelijk... Ja, ik denk wel dat het verschil gaat maken als we zo meteen... Het is niet zozeer de FPS, maar hij stuttert. Ja, hij stuttert flink. Weet je wat ik... Weet je wat... Oh, kijk. Hè? Wat gebeurt nou allemaal? Heb je het gesloopt, Gijs? Ja, ik denk dat hij het gewoon echt niet leuk vindt met 2 gig VRAM. Nee. Oké. Ik heb hier een heel mooi kitje. Vengeance RGB, 16 gig liggen. Is precies even snel als de Kingstons die er nu in zitten. Allebei 3200 MHz. Dus daar zit geen verschil in. Het verschil zit hem puur in de hoeveelheid. Die erin. Dan moeten we even de CMOS kleren. Zetten we het werkgeheugen weer op 3200 MHz, want dat is natuurlijk gereset omdat ik de CMOS gekleerd heb. En dan ga je naar Advanced, Settings, nog een keer Advanced, Integrated Graphics Configuration. Dan zet je deze op Force en dan kun je hier 4 gig aanklikken. En nu gebruikt hij dus 4 gigabyte van het werkgeheugen als videogeheugen. Dus we hebben nu 12 gig werkgeheugen en 4 gig videogeheugen. En als het goed is, doet Warzone het nu prima. Alright, Warzone met 4 gig videogeheugen. Daar gaan we. Kijk, en nu hebben we geen stutters. En 40 fps. En ik ga niet hier zitten verkondigen dat dat optimaal is. Maar het belangrijkste is dat je het gewoon kan spelen. En dit is een betere ervaring dan op een PS4 als je het mij vraagt. Ik verbaas me echt over hoe... We zijn wel altijd zo van... Oh, 144 Hz is zo chill. 60 fps is zo chill. Maar nu speel ik op 40 fps. En het voelt helemaal niet zo heel kut eigenlijk. Ja, als je gewoon nu een PC wil waar je al op kan gamen. En je bent van plan om dan door te sparen voor een tweedehands kaartje. Ik zou aanraden om hier een 2070 in te duwen of zo, een tweedehandsje. Dan heb je gewoon een fucking dikke game PC. En je kunt meteen erop gamen. En je kunt er meteen schoolwerk op doen. Mama en papa kunnen er, weet ik veel, Word op doen of zo. Ik weet eigenlijk niet wat ouders doen op PC's. Facebooken, ja. Jezus. Oké, okay, boomer. Ik hoorde glas, maar het is onmogelijk om te horen waar het vandaan kwam. Want het is, mijn geluid komt uit de monitor. Dus ik heb geen idee. Hij is super blind. Nu zijn we van plek geruild. Ah! Good game. Nou, in de gulag. Hier is 58 fps zelfs. Waar moet ik heen? Geisje. Minecraft, Fortnite, Warzone. Ik bedoel, als hij Warzone kan draaien, dan kan hij nog veel meer draaien. Dus ik ben zeer onder de indruk. Ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd. Goed, zoals je ziet is de Entry gewoon in staat om games te draaien. Zelfs zonder videokaart. Het is niet de snelste PC, maar daar is de prijs dan ook gewoon niet naar. De CPU is super degelijk, dus als je hier later een videokaartje inzet, heb je gewoon een beast game PC. En als je niet gaat gamen, dan ben je helemaal gebakken met de Reedus Gamer Entry. Hij is nu verkrijgbaar op onze website voor €549. Check hem snel, link in beschrijving. En vergeet niet www.readersgaming.nl/summer-sale voor alle deals in de summer sale. En wat ook alweer nog? Oh ja, je maakt kans op een mobiele airco bij aankoop van elke game PC gedurende juli 2022. Coole deal. Coole deal. Lijstlag.
Vond je een leuke video? Drop dan even een like. Wil je nooit meer een video missen van Readings Gaming? Subscribe dan en klik op dat belletje. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei. Ah! What the fuck? Schrok je? Why? Ja! Als dat niet uitstaat, wil ik het doen. Ja, dat klipt waarschijnlijk heel erg.